Ter voorbereiding van het NK Garnalenpellen, wat morgen van start gaat, hebben de mensen van de plaatselijke Tallahassa hier 40 statushouders van Syrische afkomst uitgenodigd om typisch Nederlands te gaan trekkie doen. En wat is trekkie doen? Dat zijn garnalenpellen, echt letterlijk uit de zee, hier op Zandvoort. En wij waren daarbij. Nou, ik ben niet op het idee gekomen om te organiseren, maar deze mensen, die ontzettend lieve mensen uit Zandvoort, van Tallahassa, de familie Molenaar en Peter Bluis, dat zijn degenen die mij uitgenodigd hebben en gevraagd hebben, vind je dit een goed idee? En toen zei ik natuurlijk, ja, hartstikke leuk. Dit is gewoon de manier om kennis te maken met een dorp als Zandvoort, met strand en de zee. Dus we waren er heel erg blij mee. Het is heel belangrijk. Wat ze altijd aangeven bij mij is van, wat willen ze? Ze willen contact hebben met Nederlandse mensen. Ze willen heel snel integreren. Dit is hun nieuwe thuisland en dat beseffen ze allemaal heel goed. Dus zo belangrijk dat ze met elkaar hier kennis maken met het dorp dan waar ze dan wonen en met de mensen. Dus super goed, super belangrijk. En je ziet hoe blij ze zijn. Dit is een bot, is dit? Ja. Een botje. En het heet een platvis. Nou ja, je ziet het al een beetje. Ik ben geboren en getogen op het strand en gedoemd om op dit te doen. Met alle plezier uiteraard. Want het is een hele mooie cultuur en traditie om dit voor te zetten. En zeker aan mensen die hier nieuw zijn, om die kennis over te brengen. Ja, dat is gewoon gaaf. Ja, dat hebben ze ook nodig, hè? Want ze moeten wel weten wat Nederland inhoudt. En dit is natuurlijk een heel groot onderdeel van onze cultuur. En zeker hier in Zandvoort, waar ze dan wonen, ja, dat is gewoon geweldig om te doen. Je hebt gewoon gelijk een connectie met die mensen. En ze hebben ook natuurlijk een heel moeilijk beeld van de zee. Ik heb begrepen van de mensen dat ze meestal van hen ook met een boot hier in Europa zijn gekomen. En voor sommigen heel lastig om hier te zijn dan. En om een leuk beeld te geven aan de zee is natuurlijk een mooi initiatief om als Nederlander maar mee te dragen. Ja. Toen komt, ja. Nu, ik zou leren taal in school. Maar denk ik daarna, ik zou werken in kapper. Ja. Dus je kan mijn haar nog een keer gaan doen? Ja, ja. Welkom.